Voordat we teruggaan naar het huis van Claudia en Barry, laat Michiel ons een prachtig inspirerend droomhuis in Castricum zien. Midden in de natuur, tussen de bollevelden, staat deze prachtige villa. Met zijn rieten krap past hij goed in de omgeving. Maar binnen is het ook zeker de moeite waard. Meteen opvalt bij binnenkomst is natuurlijk de open keuken, maar vooral de grote raampartijen. En dat komt omdat hier Zwitserse skyframes zijn toegepast. Dan heb je niet van die hele brede kozijnen. En dat zorgt ervoor dat buiten echt naar binnen komt. En als je naar de eetplek kijkt, met die hoge nok, is het hier natuurlijk fantastisch eten. De keuken is helemaal symmetrisch van opzet. Twee eilanden. En de apparatuur is in de kastjes verwerkt, waardoor de totale aanblik heel minimalistisch blijft. Deze zitkamer bevindt zich in de hoek van het huis en hier is echt duidelijk voor warmere materialen gekozen. Hout op de vloer, een fijne open haard. Ja, wat meteen duidelijk wordt, kunsten aan de wand heb je eigenlijk niet nodig, want het uitzicht spreekt voor zich. Maar door deze glazen wanden wordt het effect van de vierde extra versterkt en heb je ook meer contact met wat er beneden gebeurt. Zichtlijnen zijn ook heel belangrijk hier, ook weer door de grote uitzichten. En doordat de daken helemaal tot beneden aan toe doorlopen en de toepassing van de grote ramen, wordt dit atelier extra bijzonder. In een luxe villa als deze mag een zwembad natuurlijk niet ontbreken. En het water is hier 30 graden, zoals de bewoners het zelf zeggen, Bonaireaans warm. Ook hier is het contact met buiten weer heel belangrijk. Aan dit huis komen rust, ruimte en vrijheid op een hele prettige manier samen. En dat maakt het daarom wel een heel bijzonder droomhuis.